Ik zal jullie nu eens een verhaal vertellen wat lang geleden gebeurd is. Je zult het misschien niet geloven. Nou, ik geloof het eerst ook niet hoor, maar ik heb het zelf gezien. Wat ik zelf gezien heb, dit. Kun je horen wat dit is? Een ert. Ja, een doodgewone ert. Zo een die je in de winkel ook wel eens ziet. Een mooie groene ert. Ja, maar Petertje, wat is er dan met die ert? Dat zal ik je laten horen. Die ert was in een glazen kastje gezet door een prins. Waarom dan, Petertje? Luister, er was eens een prins die toen hij groot was wilde gaan trouwen. Maar met wie? Met een prinses? Ja, maar met welke prinses? Dat wist hij zelf niet. Hij ging dus op reis en kwam in een land waar een mooie prinses woonde. De prins ging naar haar toe, boog voor haar en zei: prinses, zou u met mij willen trouwen? Waar woont u, prins? In een land dat hier ver vandaan ligt. Hoe ver? Als we te paard gaan, dan moeten we een half jaar reizen. Oh nee, dat is maar te ver, prins. Dan trouw ik liever met een prins die dichterbij woont. Door dit antwoord begreep de prins dat de prinses geen echte prinses was. Want echte prinsessen zijn flink en die vinden het niet erg om een heel eind op reis te gaan. Zo ging de prins treurig naar zijn kasteel terug. Zijn moeder verwelkomde hem. Zo, mijn jongen, kom je alleen terug? Ja, moeder, ik heb geen echte prinses kunnen vinden. Dat is jammer, maar ik heb nieuws voor je, belangrijk nieuws. Er is een brief gekomen van prinses Turandolia dat ze hier komt logeren. Misschien is zij een echte prinses. Ach, moeder, hoe kom ik dat te weten? Misschien zegt ze alleen maar dat ze een echte prinses is. Ja, mijn jongen. Terwijl jij weg was, ben ik naar de hut van de tovenares in het bos gegaan. En zij heeft mij deze ert gegeven. Wat moet ik nu met een ert, moeder? Dat zal ik je uitleggen, mijn jongen. Dit is een toverert. Wanneer je deze ert onder het bed, dus onder het matras legt van een echte koningsdochter, zal zij niet in slaap kunnen komen. Zij zal erover klagen dat het bed ongelijk is en niet prettig ligt. En nu wilt u... Juist, mijn jongen. Nu wil ik deze ert onder het matras van het bed van prinses Turandolia leggen. Dan kunnen we merken of zij een echte koningsdochter is. Zo gebeurde het. Een week later kwam de prinses logeren. En toen het 's avonds tijd was om naar bed te gaan, zei de moeder van de prins: zo, prinses Turandolia, ik zal u naar de logeerkamer brengen. Graag, want het is al laat. Ik heb een vreselijke slaap. Zo verging de nacht. De volgende ochtend zaten de koning en de koningin en de prins al bij het ontbijt op prinses Turandolia te wachten. Toen ze binnenkwam, zei de koning: en prinses Turandolia, vertel eens, hebt u goed geslapen? Oh, koning, eerlijk, wat een eerlijk zacht bed. Ik ben onmiddellijk in slaap gevallen en toen het gouden wekkertje vanochtend om 8 uur afliep, hoorde ik het eerst niet, zo vast was ik in slaap. Maar toen de torenklok ging slaan en de klank door het raam naar binnen kwam, werd ik pas goed wakker. Oh nee, ik heb eerlijk geslapen. Door dit antwoord merkte de prins dus dat ook prinses Turandolia geen echte koningsdochter was. En toen ze dan ook na een week vertrok, vroeg de prins haar niet ten huwelijk. Weer bleef hij eenzaam achter. Een jaar later kwam er een andere prinses uit een ver land logeren. Weer werd de ert onder haar matras gelegd. Maar toen ze de volgende ochtend opgestaan was, zei ze: och, wat is het hier een prachtig land. Alles is even schoon en prettig. Thuis kan ik dikwijls niet in slaap komen, maar hier heb ik zo heerlijk geslapen. Als het goed is, dan kom ik volgend jaar weer een paar weken logeren. Och, wat was die arme prins teleurgesteld. Ook deze prinses was dus geen echte prinses. Zo wachtte de prins maar af. De ert lieten ze in het paleis maar onder het matras liggen. Op een dag kwam er een dienaar naar de prins toe. Buiten regende het pijpenstelen en de wind stormde om het paleis heen. Prins, hoe heet, ik wil u iets vertellen. Er is zo even gebeld, ik deed open en voor de poort stond een meisje dat er heel armoedig uitzag, maar ze zei dat ze een prinses was. Een prinses?
Ja, hoogheid. Ik heb haar binnengelaten en nu staat ze beneden in de gang te wachten. Oh, maar dan ga ik naar haar toe. De prins ging naar beneden en daar vond hij een aardig meisje dat er alleen erg armoedig uitzag. Haar kleren waren doorweekt van de regen, haar schoenen waren stuk, maar toch zei ze dat ze een echte prinses was. De koningin kwam ook naar beneden en zij zei... Een echte prinses hoort ook in een echt prinsessenbed te slapen. Ga maar mee, meisje. Hier op deze logeerkamer mag jij vannacht slapen. Dank u, koningin. Ziet u, ik ben op reis de weg kwijtgeraakt en ben dagenlang aan het zwerven geweest. Oh, ik zal blij zijn als ik eens heerlijk slapen kan. Zo ging het meisje naar bed. Maar na enkele minuten riep ze de koningin en zei... O, koningin, ik kan maar niet in slaap komen. Er ligt iets hards in dit bed. Dan zullen we u nog een matras bijgeven. Dat kreeg ze. Maar weer riep ze de koningin. En dat ging zo wel 20 keer. 20 matrassen lagen er op het bed. En nog kon het meisje niet in slaap komen. Daarop werden er nog 20 dekens van zwanendons bovenop gelegd. En daarop nog 40 kussens. Maar toen ze de volgende dag aan het ontbijt kwam, zei ze toch nog... Oh, het is vreselijk. Ik heb nu op 20 matrassen, 20 dekens van zwanendons en 40 kussens gelegen. Maar och, ik heb geen oog dicht gedaan. Ik heb steeds iets hards gevoeld. Ik ben helemaal bont en blauw. Het is afschuwelijk. Dan bent u een echte heuse prinses. Want u hebt de ert gevoeld en zo teer kan alleen de huid van een echte prinses zijn. Mijn zoon, kom hier. Ja, vader. En jij ook, prinses? Ja, koning. Hier ben ik. Ik wil dat jullie samen trouwen. En die ert stoppen we onder een glazen stolp. Wij zullen hem op het kasteelplein tentoonstellen, want deze ert heeft ons geluk gebracht. Zo trouwde de prins toch nog met een echte prinses. Een mooi verhaal, Petertje. En die ert? Die ert? Nou, als ik hem niet gekregen had, dan lag hij daar nu nog.